Yo, jullie kijken deze gruwelijke video van Fortnite Battle Royale en ja, het is geen controller, nee, maar ik moet die wel even aanzetten met mijn controller. En zoals jullie weten is er iets heel vreemd en dat zie ik nu mijn ding stelt te switchen. Oké, laat ik eens gewoon eens kijken in Crea. Want mijn toetsenbord, ik raak mijn muis dus aan. Wat er dus even gebeurt. Ik raak mijn muis aan. Ik wil dus gewoon, want ja, ik ben gewoon elke keer aan het oefenen met die de muis. De hele tijd zit ik te switchen, muis en controle. De hele tijd heel vervelend. Dus dit is dus niet fijn. En ik weet ook niet hoe dat dit kan. Er zit ook niks tegen de... Ja, ik ga even... Oké. Hier kun je echt een beetje oefenen met die... Een vreemde is, nu heb ik het niet. Oké, sorry trouwens als ik echt met mijn hoofd een beetje doof. Ik ben het echt aan het veranderen. Alleen ja, ik weet niet hoe ik het altijd neer moet gaan zetten, want daarachter is ook geen plek meer. Oké. Ik heb heel even... Oké, weg. Maar hij zei dat ik met 90's, als ik bijvoorbeeld die 90's doe, kan ik daar wel even laten zien. En dit is echt om die timing te oefenen. Dus maar, ik heb voor je. Ik ga weer terug naar de lobby, wel fijn. Maar om die timing dus te oefenen, of ja, dat is dus. Want editing is timing, wat hij ook de vorige keer ook zei, maar. Ik zet wel even een andere map. Die piece control of zo, die moet ik nog. Die moet ik zelf ook nog even een beetje uitvoeren hoe dat werkt, want dat snap ik niet helemaal ofzo. Ik snap dat niet. Hoe? En wat ze doen is, ja, dat, ja, maar Zep die een beetje boos doen tegen mij, dus daarom zei die maar wat. Want ja, het lijkt me, oké, één ding lijkt me niet. Het lijkt me niet dat als je begint op de muis dat je al zo en dan echt zo kijk snel zo.
dan. Of zo. Zeg niet meer wat. En dus je echt nog snel aan dit kant. Dat lijkt me niet. Dat kan toch niet. Laat me weten als het waar is. Moet je. Oh nee. We zijn nu in deze map. Dat lijkt me gewoon niet. Ja, alleen ik moet nu eigenlijk wel iets weten. Want Snoepje, hij kijkt niet omlaag. En dat doe ik dus. Dus ik moet nu eigenlijk even mijn controle. Alleen ja, laat ik daar bij die auto run. Wat is dit zo vreemd? Ja. Dat doe ik ook een beetje als ik op mijn controle speel. Terwijl, dus daarom wil ik toch de conclusie helemaal trekken. Ik ben gewoon niet geschikt voor Fortnite met bouwen en dingen. Bij bouwen ga ik dus echt puur omlaag kijken. Wat een controle ziet dus nu, ik doe het daar ook omlaag kijken. Oh, ik wil weer gaan bouwen. Kijk, en dit bedoel ik dus naar controle. Nu ben ik weer aan het. Kijk, maar die. Kijk, en dit bedoel ik dus die klote autorun. En ik weet hoe die komt. Ik ga het nu ook heel even zeggen. Dat komt, terwijl, nu moet ik heel even de controle erbij pakken. Deze. Dit is de renkerknobbel. Ik ga hem laten testen. Dus, en die. Ja, zo kun je niks zien. Zo zie je gewoon helemaal niks. Zo is het gewoon een hele mooie knop. Maar. Ja, bij Gamepad Tester heb je dat staan. Als je die aansluit, kun jij ook doen. Hoe je jouw controller aansluiten met zo'n USB-kabel. Wat dus hierin kan en die laptop. Zo moet je, dan kun je op de knopjes zo klikken zo. En dan. En test die eigenlijk. Laat ik het zo zeggen, maar ja, dan geeft hij aan hoeveel procent die knopjes nog zijn. En hier, met die twee linker knobbels, rechter, goed, niks mis mee. Zit gewoon prima mooi in het midden. Linker, vergeet wel op mijn Insta volgen. Die weten misschien dat, op mijn story heb je dan kunnen zien, wat hier mis mee is. Dat puntje, waar je hebt, dus zo, gewoon een cirkel. Cool, en dan heb je een puntje. Tja, terwijl dat puntje
Die zet twee haakjes, zo'n cirkel aan en dan een kruis. En heb je midden, of helemaal in het midden dat het blauw bolletje zit. Dat is dan goed. Terwijl ja, dan is het gewoon in orde, oké. Maar bij mij zit deze, de linkerknobbel, zit die ietsje naar beneden. En soms loopt die wat naar beneden dan als ik hem heb aangeraakt. Dus betekent dit dat mijn linkerknobbel niet meer geheel goed is. En daardoor komt het dus dat ik die auto loop heb, mijn controle heb van de tering. Alleen, één ding weet ik zeker, ik weet niet wat ik moet doen. Want, wat ik dus bedoel is, er is pas een nieuwe Xbox uit vorig jaar. Ja, over een paar jaar heb je dus geen spellen, niks meer hiervoor. Dan moet ik ook gewoon zelf voor een nieuwe. Dus ik weet daarom niet wat ik moet gaan doen, als ik nu echt nieuwe, extra nieuwe moet gaan kopen voor te spelen of voor, hoe heet het? Dat ik gewoon nog met deze moet gaan doen, FIFA en zo niet dan. En oefenen op FIFA muis voor Fortnite. Dus maar, dat voor nu, je hebt een beetje kunnen zien, maar laat mij gewoon normale antwoord weten, niet accepten, antwoord geven, dat verwijder ik gewoon. Doe van als, ja als het gewoon echt, eerst het gelijk heel snel moet zijn op keyboard en muis, of als zij eerst, ja hoe heet het, gewoon een beetje, als je steeds sneller moet worden, laat ik het zo zeggen. Maar laat dat gewoon zeker weten, want ja, als het te zwaar is wat hij zegt, dan, nou ja, dan heeft het gewoon geen nut voor mij om echt te oefenen. Maar ja, iedereen moet er goed worden en het is echt een flinke verandering van dit naar dit. Dus dan laat ik het zo zeggen, Sepp weet niks ervan, laat ik het anders zo zeggen. Maar laat het gewoon zeker weten, andere mensen, als dat waar is. En dan... Hopelijk vonden jullie dit video leuk. Zeker even een blauw duimpje of zeker te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En vergeet geen even niet om op dat belletje te klikken naast je abonneren. Dat je de video mee hoeft te missen. En dan zeg ik zoals altijd adios.